hier een korte uitleg over muziektheorie. Ta-ta-ta-ta. Wat je hier ziet is een stukje van het toetsenbord van een piano. De pianotoetsen. Je ziet daar zwarte en witte toetsen. De witte toetsen zijn de gewone toetsen. En op die toetsen, elke toets heeft een bepaalde noot. Dus hier zie je de C tot en met de B. C, D, E, F, G, A, B. Dat zijn de witte toetsen. Op een piano heb je ook zwarte toetsen. Die noem je sharp. En die, als je ze schrijft, schrijf je de sharp noten met een hashtag. Je kan deze noten ook flat noemen. Dat ga ik je zo meteen uitleggen wat dat betekent. En dan heb je een soort bes-teken. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar ik noem het bes. Nou, sharp staat voor verhoogde toon. En in de sound healing wat ik ben tegengekomen is dat ze geen flat noten gebruiken. Maar alleen maar de sharp noten. Dus je ziet hier de witte noten. C, D, E, F, G, A, B. En dan als je van die C naar die zwarte toets gaat, dan zie je daar de C's. En dat is dus een verhoogde C. Dus een C, klein beetje hoger, dan kom je bij de C's. En zo kan je die hele toonladder af. De andere noten, dus het ligt een beetje aan hoe, in welke toonsoort je gaat, een stuk is geschreven. Kan het zijn dat het nodig is om die flats te gebruiken. Nou, nogmaals, in sound healing ben ik dat niet tegengekomen. Maar een bes, een dies, et cetera, verwijst allemaal naar die zwarte tonen op een pianotoetsenbord. Dat is gewoon een hele mooie basis om dat te snappen. Dus de gewone tonen zijn de witte tonen. En de verhoogde of verlaagde tonen zijn die zwarte tonen. Nou, dan zie je hier, we zijn begonnen met een stukje van die piano. De piano heeft nog meer toetsen dan wat je hier ziet. Maar een rijtje van 12 toetsen, dus de witte en de zwarte samen, dat noem je een octaaf. En een octaaf heeft alle noten in zich. Dus de C en de C's, de D en de D's. Dus de hoge en de lage, de gewone noten en de verhoogde slash verlaagde noten. Op een piano heb je dus meerdere octaven. Je hebt een stukje van 12 en daarna komt weer een stuk van 12 en dan weer een stukje van 12. En in elke octaaf kom je precies dezelfde noten tegen. Dus dan begint het gewoon weer overnieuw met die C, die D, etc. Elke octaaf heeft ook een nummer. Dus ik heb hier als het ware het midden van de piano gepakt. Dus er zitten nog twee octaven onder. En ik denk dat de piano zelfs nog verder gaat. Maar wat ik tegenkom in de sound healing, dat je het vaak hebt over de derde, de vierde of de vijfde octaaf. Soms de tweede. Voor hele lage tonen, bijvoorbeeld met een gong. Dus als je lager gaat, dan heeft het octaaf een lager nummer. Ga je hoger, heeft het octaaf een hoger nummer. Ik laat je zo meteen zien wat dat hoe dat uitpakt met de notering van een noot. Belangrijk dus om te zien dat al die noten zich herhalen. Dus de C in de derde octaaf is hetzelfde als de C in de vierde octaaf. Alleen het is 12 noten hoger. Dus gewoon één setje hoger. De C van de ene octaaf klinkt dus altijd heel goed met de C van de volgende octaaf en de octaaf daarboven. Dat zijn allemaal, je hoort ook, ze zijn gelijk. Er zit alleen dat gevoel van ja, hoogte is het verschil. En dan zie je hier de notering. Dus je hebt de A in de derde octaaf schrijf je op als A3. Diezelfde A in de vierde octaaf schrijf je op als A4. Etcetera, etcetera. Dus stel je voor, je hebt de D in de vijfde octaaf, dan zie je dat terug als D5. Hier heb ik een overzicht neergezet van die octaven gekoppeld aan de noten. Ik zal laat zo meteen iets zien waarin je dat groter kan zien, dat hele overzicht. Dus dit zijn de hertz in combinatie met de namen van de noten. En dan zie je
ook in dat overzicht dat je die drie octaven terugziet. Dus de grijze, dat is de derde octaaf. De oranje, dat is de vierde octaaf. En die blauwe, dat is de vijfde octaaf. Nou, hier zie je het groter. En de hertz is de meting, dus de frequentie van een bepaald geluid. En die frequentie die is van laag naar hoog. Dus hele lage noten hebben, of hele lage geluiden, hebben een hele lage hertz. Hele hoge geluiden hebben een hele hoge hertz. En om dat nou werkbaar te maken, om muziek te kunnen schrijven, hebben ze elke bepaalde hertz, hebben ze een bepaalde naam gegeven. En dus dat zijn die noten van A tot en met A, B, C, D, E, F, G, tot en met B. Nee, sorry, van C tot en met B. Vergelijkbaar met wat je ziet op de toetsen van die piano. En elke noot is dus gekoppeld aan een bepaalde hertz. En dat zie je hier in dat overzicht. Dus je ziet hier ook, zoals ik het net al in dat klein liet zien, dat je die octaven terugziet. Dus bijvoorbeeld een C3 staat voor 131 hertz. Zoals je het hier hebt, hier ziet, is dit opgeschreven volgens de afspraak dat A4 440 hertz is. Stel je nou voor dat je gaat kijken naar noten vanuit de afspraak 432 hertz, dan verschillen die hertzen dus per noot een klein beetje. Niet enorm, een klein beetje, want 432 of 440 hertz, dat scheelt natuurlijk ook maar een heel klein beetje. Dus belangrijk om te weten is dat die hertz gekoppeld is aan een bepaalde noot. En dat staat vast. Zo kun je dat dus terugzien als je een app gebruikt om een noot te meten. Dus er zijn allerlei verschillende soorten tuning apps. Ik laat hier een screenshot zien van iets wat op mijn telefoon Sound Corset heet. En hier heb ik iets gemeten en die meting duidt erop dat deze toon een as is. Een verhoogde A. En op deze meting zie je hierboven waar het op gebaseerd is. Namelijk op het feit dat de A4, dus de soort basistoon in die toonsoort, 440 hertz is. Stel je voor dat je wil meten op basis van 432 hertz. Dan moet je ook in je app instellen dat dat jouw basis is. Nou, vanuit het gegeven 440 hertz voor die A4 meet deze app dat het geluid wat ik gemeten heb uiteindelijk uitkomt op een as. Specifiek te zijn, dan zie je die andere twee. Dan zie je de as, dat was duidelijk. En daarboven zie je de as 2. Dus A2 met die hashtag. Dat staat ervoor dat het dus in de A is, de verhoogde A, in de tweede octaaf, namelijk 116 hertz. Het laatste wat je hier ziet, en dat zie je overigens niet op alle apps, is de sens. En dat is de afwijking ten opzichte van de zuivere toon. En dit is belangrijk als je werkt met die Alchemy Balls, want daar zie je dat de afwijking kan zijn van min 50 tot plus 50. Om bepaalde noten goed met elkaar te kunnen combineren, adviseren ze dat die afwijking niet varieert meer dan 30 cents in totaal. Dus dat betekent als jij een schaal hebt die een afwijking heeft, bijvoorbeeld deze. Nee, dit is een slecht voorbeeld. Stel je voor je hebt een B plus 25, dan moet je daar niet een B min 50 bij gaan zetten, want dan is het verschil 25 plus 50 is 75. En je moet dus proberen te blijven binnen die 30. En dan kan je dus wel plus of min bij elkaar tellen. Ik heb balls die allemaal rond de 0 zitten, zodat ik kan spelen met gewone instrumenten, omdat een gewone gitaar houdt helemaal geen rekening met die, dat werkt niet met die cents.
waar ze met die bal speelt en je wil een bepaalde set hebben, dan is het goed om te weten wat voor sense het is, zodat je zorgt dat die balls bij elkaar passen. En vandaar dat je dan ja, gebruik maakt van deze extra informatie op die app. Komen we nog een keertje terug bij dat grote overzicht. Je ziet hier dan ook die as A2 verhoogd. In dit geval zegt die 117 hertz. Nou, dat zal een kleine afwijking zijn, maar dat zit dus rond die 116 die app net aangaf. Dat is het eerste stukje. Dan ga ik u iets vertellen over akkoorden. En daar is het handig om de Circle of Fifths te gebruiken. De Circle of Fifths ziet er zo uit. Als je gaat googlen, dan kom je waarschijnlijk tegen dat in plaats van die verhoogde noten, dus met dat hashteken, je vaak een cirkel ziet waarbij je de verlaagde tekens hebt met de bes. Dus nogmaals, voor sound healing wordt die bes niet echt gebruikt. Vandaar dat ik deze heb getekend. De Circle of Fifths laat zien welke noten goed met elkaar bij elkaar passen. En je ziet hier ook weer alle noten van dat toetsenbord. En ik ga even laten zien hoe je makkelijk tot een akkoord komt. En het startpunt is dat de noten die dicht bij elkaar zitten, hebben ook wat met elkaar gemeen. Dus hoe verder de noten van elkaar afzitten, dus bijvoorbeeld de C staat recht tegenover de Fis aan de overkant, daar zit een hele grote afstand tussen. Dus dat betekent dat die noten weinig met elkaar gemeen hebben en ook de akkoorden die daarbij horen. Nou, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Misschien moet je dit vergeten. Laten we beginnen met het volgende. Twee noten die goed bij elkaar passen, zijn altijd twee noten die in die Circle of Fifths naast elkaar zitten. Dus de C en de G. Of de E en de B. Of de Dis en de As. Dus twee noten die naast elkaar zitten, passen per definitie heel mooi bij elkaar. In mijn training die ik gehad heb in Brussel, vertelden ze dat je die twee tonen zou kunnen zien als the earth en the heaven. Dan is het wel, als je een lagere C hebt, normaal gesproken in één octaaf is de C lager dan de G. Dus dan heb je de laagte van de C en de hoogte van de G. Overigens kan het ook andersom, dat je een G lager hebt, omdat je die in een lagere octaaf hebt dan de C. Maar dan is het idee van heaven en earth een beetje moeilijk. Omdat het earth toch lager voelt dan heaven, toch passen die noten wel heel goed bij elkaar. Nou, wil je dit dan aanvullen met een derde noot, dan tel je er drie bij op bij de laatste. Dus we hebben die C en die G en dan gaan we drie verder. D en de A slaan we over en dan komen we bij de E. En als je die bij elkaar zet, dan zul je zien dat als je ze binnen één octaaf gaat spelen, dat de C de laag is, de G is de hoge en die E die past er precies mooi tussenin. Dus de earth, de heaven en de human. En dan kom je dus uit op de C, de G en de E. Dan heb je een akkoord. Dit noem je een zogenaamde major chord. Majeur akkoord. En dat is een zogenaamde happy chord. Dus dit klinkt positief. Je kunt die cirkel ook de andere kant op doen. Dus je hebt die heaven and earth. En als je nu 3 teruggaat, dan rekenend vanaf die C. En dan kom je uit bij de dis. En die kun je ook gebruiken in combinatie met die C en die G. Dan krijg je een mineur akkoord, een minor chord. En dat geeft gewoon een iets mineure stemming. Dus hier heb je twee akkoorden. En dit gegeven kun je dus over dat hele, over die Circle of Fifths, kun je die overal toepassen. Dus als je, stel je voor, je pakt de B. Dan kun je de B mooi combineren met de Fis.
En dan ga je drie tonen verder. Dus dan sla je de sis over de gies. Dan kom je uit bij de dies. En dan heb je een mooie combinatie. Dus de bij, de vies en de dies is een hele combinatie. Hele mooie combinatie. Dan heb je een major chord. Als je een minor chord wil, dan pak je weer die B en die vies. Maar dan ga je drie terugrekenen vanaf de B. En dan kom je uit bij de D. En dus zo kun je op een hele mooie manier, heel makkelijk, mooie toncombinaties maken. En wat ik hier wil laten zien is hoe dat dan uitpakt op het toetsenbord. Dus je ziet hier die 12 noten op de piano. Dus ik heb hier alleen de gewone noten, dus niet de verhoogde noten gepakt. Daar zie je de C, je slaat er eentje over, dan heb je de E, je slaat er weer eentje over, dan heb je de G. Dit is het major akkoord. Dan zie je dat voor het minor akkoord, die C en die G die blijven hetzelfde. Alleen die E die gaat een tandje naar beneden, dus die pakt dan die zwarte noot en dan kom je uit bij de dies. Omdat hij ook een tandje naar beneden gaat, krijg je meteen dat ietsje lagere gevoel, dat mineure gevoel. Nou, het laatste wat ik mee wil geven over de Circle of Fifths is het gebruiken om te zoeken naar spanning. Dus als je tegenoverliggende noten bekijkt, dus je hebt de C en de vies, die ligt daar recht tegenover. Ik vertelde al dat de grootste afstand is die je kunt hebben van noten tot elkaar. En van die C naar die vies, als je die gaat spelen, dan voel je dat dat niet lekker bij elkaar past. Dus daar zit een spanning in. Dat kan interessant zijn als je een bepaalde noot om in datgene wat je speelt, om een spanning op te bouwen, om vervolgens daar een volgende noot op te laten volgen, waarmee je die spanning oplost. Namelijk weer terug te gaan naar die C, naar die G. Dus die circle of fifths gebruik je dan om de tegenoverliggende noot te pakken. En dat noemen ze een tritone. En die toon geeft spanning. En om die spanning op te lossen, ga je naar de toon die naast die eerste noot zat. Als je op de piano kijkt, is dat ook niet zo gek. Want die tritone, daar kom je uit op de vies, die dan naast die gies ligt. Dus het is maar een halve toon verschil met de toon waar die C heel goed mee matcht. Dus het is net alsof the tone wants to move. Dus het voelt niet goed, hij wil verder. En waar wil hij dan naartoe? Verder, naar datgene wat goed voelt. Namelijk naar die G. Dus die vies, dat was de toon die opvoelt, en de G is dan de fijne noot. Nou, tot zover.